In deze clip gaan we kijken hoe je JPEG-foto's kunt bewerken in een RAW-converter. Ja, in principe is het zo dat we van oudsher een JPEG-foto hebben. Daar dubbelklik je op of die open je en dat doe je in Photoshop of een soortgelijk beeldbewerkingsprogramma. En in zo'n beeldbewerkingsprogramma zitten allerlei aanpassingsmogelijkheden voor licht, voor kleur, voor scherpte, voor het kader en nog heel veel meer. Ja, uh, zodanig dat je in Photoshop, dus een, een enkele foto, een enkele JPEG foto goed kunt bewerken. Maar er zijn toch een paar nadelen. Hè? Je, je moet heel vaak klikken, je bewaart de instellingen niet die je gedaan hebt, uh, je doet het maar op één foto. Nou, noem maar op. Maar dat komt eigenlijk een beetje omdat Photoshop stamt uit 1990. En er zijn ondertussen andere programma's, misschien wel betere programma's, om, je, om de basis aanpassingen, dus van kleur, helderheid scherpte en kader om die basisaanpassingen te doen in een RAW converter. Goed, en daar gaan we nou maar eens naar kijken. We gaan in drie programma's kijken. We gaan in Lightroom kijken. We gaan in Photoshop kijken en we gaan in Photoshop Elements kijken. We beginnen in Lightroom. Je zag net versneld hoe je in Photoshop allerlei handelingen en klikken en uh, menu'tjes en dialoogvensters moet openen om een foto te bewerken. En we zijn hier in Lightroom en, en Lightroom is een, een RAW converter. En dat is eigenlijk een ja, fotobewerker puur sans

2006 al wel, maar goed, uh, 15 jaar later, zo bewerk je foto's. En dat dan hoef je dus niet allerlei minuutjes te openen en dialoogvensters te in te voeren. Je kunt makkelijk terug naar een uitgangspunt. Je hebt een historie. Wanneer je opslaat, weet je 100 jaar later nog wat ermee gebeurd is. En je kunt kopietjes maken van recepten die je gedaan hebt. Ja, en ja, hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, dat zie je natuurlijk in de playlist die ik heb van Lightroom. Maar hier zie je gauw eventjes, we hebben hier een JPEG-foto, IMG 0382.jpeg, want die kun je gewoon importeren ja dan heb je hier rechts het standaard venster. en dan kun je al die dingen die je normaal gesproken in Photoshop doet... kun je hier met met ja een paar kleine muisklikjes ja van boven naar beneden loop je dat door is niet iets niet naar wens ja dan dan uh, verhoog je het of verlaag je het is allemaal uh, hartstikke makkelijk wil je een foto zwart-wit maken druk je op de letter V wil je terug doe je weer de letter V ja wil je een foto bijsnijden de, en en uh, vind je het toch uiteindelijk niet goed ja dan kun je hem weer opnieuw openen en en dus ja dat zijn dat zijn allemaal verworvenheden van een RAW converter die ook van toepassing zijn op een JPEG en die je in Photoshop allemaal niet zo makkelijk kunt en wanneer je de uiteindelijke versie van je bewerkte foto exporteert ja dan overschrijf je ook je originele JPEG niet. Dus ik zou bijna zeggen, wanneer je veel met JPEG werkt, ga dan gewoon in Lightroom werken. Dat is niet exclusief bedoeld voor rolbestanden. Ja, je kunt er ook netjes in JPEG mee werken. Eh, rechtsboven zie je dus een linkje naar die playlist. Zeker de moeite waard. Wanneer je toch denkt: ik heb meerdere foto's, veel foto's, JPEG foto's te bewerken. Dan kan dat beter in Lightroom. We hebben net gezien hoe je een JPEG foto bewerkt in. Lightroom, een RAW-converter, maar nou, we zitten nu weer in Photoshop. Zeggen we, ja, Photoshop zou we niet gebruiken. Nee, dat klopt. We gaan ook Photoshop niet gebruiken. We gaan twee dingen laten zien. We gaan eerst laten zien dat je onder Filter de optie Camera RAW Filter vindt. Nou, voordat we die eens activeren, doen we eerst het volgende. We maken een nieuwe laag met Ctrl-J en we maken van die nieuwe laag, maken we een slim object. Dat is wel een voorwaarde om het goed te doen. Vervolgens gaan we naar Filter, Camera RAW Filter. En dan opent hij camera roll van, van uh, Adobe. En die opent hij ook wanneer je bijvoorbeeld een RAW foto in Photoshop zou openen. En dan heb je dus hier rechts weer. Ja, heb je gewoon die, die schuifjes die je net allemaal zag in Photoshop. Ja die zie je ook hier. En je kunt ook weer alles aanpassen naar eigen believen. Je kunt het weer opslaan. Er zitten gradueel filters onder radiaal filters. Je kunt, je kunt penselen, lokale aanpassingen. Alles zit er op en eraan. In deze raw converter van Photoshop. En oké, okay, wanneer je uiteindelijk weer klaar bent. Dan past hij dat netjes toe op je foto. En omdat je een slim filter gemaakt hebt, kun je altijd terug door te dubbelklikken op dat RAW-filter. En dan kom je terug in de bewerkingen zoals je het gedaan hebt. Wanneer je dit opstaat als PSD-bestand, ben je dus nooit je bewerkingen kwijt. En heb je dus je JPEG bewerkt in een RAW-converter. Goed, er is nog een tweede methode, want we sluiten dit even af. En dat is... Je kunt ook een foto, een JPEG foto openen als raw Converter. Dan moet je in de Raw converter. Dan moet je even het volgende doen. Ga naar bewerken. Ga naar voorkeuren en daaronder zie je camera roll. En wanneer je daarop klikt, dan zie je hier staan JPEG en TIFF beheer. Nou, wanneer die JPEGs wil openen in de raw Converter, zet je alle ondersteunde JPEG bestanden automatisch openen. Dus oké, okay, dan zeg je oké. Okay. En wanneer ik nu bestand doe openen. Dan open ik die een foto. En in plaats van dat je hem direct als JPEG opent, opent hij hem nu weer in de RAW-converter. Dus dat is weer super handig. Dus in wezen heb je nu de echte RAW-converter van Adobe. Heb je ook nu bij de hand en open je ze meteen. Het voordeel van deze manier, dus de, de moeilijke manier zeg maar, is dat je wat meer opties hebt onder je rechtermuisknop. Waaronder verbeteren. Dus super resolutie. Nou, ik heb er ook een filmpje over gemaakt. Ik zou er beslist eens dus even naar kijken, want dat kan ook voor je fotografie toch een voordeel hebben. Dus uh, de methode om het als JPEG. JPEG in rol te openen heeft meer mogelijkheden dan via filter Camera Roll Filter. Goed, en we gaan nu even kijken hoe het in Photoshop Elements werkt. En we zijn hier in de editor van Photoshop Elements, in de expert modus. Dat hoeft niet per se overigens, dit is versie 2021 van Photoshop Elements. Maar ik heb ook oudere versies van Photoshop Elements en daar zit deze optie ook in. Want welke optie gaan we gebruiken? Die vind je onder bestand. En er staat gewoon in, zo simpel als we zijn, openen in Camera Raw. Dus wanneer we daarop klikken, openen in Camera Raw, dan doet hij eigenlijk hetzelfde als wat je zag in... Uh, in Photoshop, dan opent die camera roll. En kun je dus al die bewerkingen die je in Lightroom of in Photoshop uh, Raw converter doet, kun je ook nu hier doen. Ja, uh, het is wel even opletten. Het is Photoshop Elements. En de Raw converter die hij gebruikt, is redelijk elementair. Daarom heet het ook Elements. Dus je hebt geen lokale aanpassingen. Je hebt allerlei deelvensters die, die ontbreken, maar in principe. Om dingen snel zwart-wit te maken, uh, om je kleurtemperatuur aan te passen, om, om hooglichten en schaduw te bewerken, en uh, details, uh, om bij te snijden, want je kunt er ook bijsnijden. Zit alles in deze raw converter En ja, uh, Photoshop Elements is een betaalbaar programma, volgens mij nog geen 100 euro. Je kunt het altijd blijven gebruiken, uh, dus ook voor JPEG's als rol ja, kun je dit programma prima gebruiken. Dus tot zover de drie mogelijkheden om JPEG's in een rolconverter converter te gebruiken in Lightroom in Photoshop en in Photoshop Elements. Ik zou zeggen, probeer het eens want dan zul je toch zien dat je je basisaanpassingen veel en veel sneller kunt doen, ook al omdat je receptjes en dergelijke kunt kopiëren en handelingen op meerdere bestanden tegelijk kunt doen. Tot zover.